zijn gegaan. Die Spoor Bercy Paris, waar we weer zijn voor de traditionele Supercross. De Philippe Supercross, zo heet hij ook deze keer weer. En ondanks de concurrentie van de Supercross een paar weken geleden in het Stade de France, ook hier nabij Parijs, zijn toch de banken, u ziet het wel, behoorlijk gevuld. Maar de topdagen die moeten nog komen natuurlijk, zaterdag en zondag. We zijn hier met Steven van Kempen, de man die zoveel PR-werk doet voor de Nederlandse motocross topteams en ook voor een aantal Belgen. En we hebben al zitten kijken naar de wedstrijden in de 125cc-klasse, straks daarover meer nieuws. Maar we gaan u eerst nu even een opname laten zien van de eerste finale mars van de 250cc-klasse. Er werd gereden in twee series en een herkansing. Uit iedere serie gingen vijf rijders naar deze twee finale marsjes. Dit is dus de eerste, de tweede die krijgt u straks live te zien. En via de herkansing kwamen er nog weer zes man in die beide finale marsjes terecht. We hebben dus geen aparte finale. En we zien hier bij de start hoe er meteen al het nodige gedrang plaatsvindt. We hebben hier Jeremy McGrath. Hij rijdt met nummer 1. Hij behoort tot de favorieten. Maar vooraan zien we toch Joshua Coppins, de Lizard uit Nieuw-Zeeland met de Winfield BF Suzuki. En u weet het, met name geldt in Supercross dat een goede start heel erg belangrijk is. Steven, dat ben jij toch ook van mening? Ja, het klopt. Als een zwingende veren, ja, het is heel belangrijk om direct voorin erbij te zitten. En zoals u ziet, het is de Lizard uit Nieuw-Zeeland, Joshua Coppins, die een paar plaatjes heeft. Maar helemaal vooraan zien we hier dus Fred Bolly, de wereldkampioen in de 250cc-klasse. De 24-jarige Fransman, die overigens niet direct geplaatst werd voor deze finale manches. Hij won de herkansing. En als we even heel snel de deelnemerslijst met u doornemen, dan weten we dus dat we Jeremy McGrath hier hebben als winnaar van de eerste manche. Jeremy McGrath, die ondertussen in de plaats heeft opgezocht waarvan hij zelf vindt dat hij hem toebehoort, de kopplaats. Verder uit die eerste serie hier in de wedstrijd, terwijl u hier even de tussenstand ziet na twee ronden, Ricky Carmichael, Serge Guidetti, Joshua Coppins en Nicolas Charlier. Zij kwamen uit de eerste serie. Uit de tweede serie kwamen de Cobra, David Firma, hij rijdt met nummer 2, daar gaat hij. Ezra Lusk, de snelle Amerikaan, Kevin Wintum, zijn landgenoot, Phil Lawrence, ook alweer een Amerikaan, en Nicolas Cailly. Dan hadden we zoals gezegd zes man uit de herkansing. En dat waren Fred Bolly, Thierry Baptiste, oftewel Boom Boom. Mike Brown, de Amerikaan die in Mil tot een eerste manche-overwinning in de Grand Prix kwam. En de Canadees Jean-Sébastien Roy. Verder nog twee Fransen, Fred Vialle en Xavier Fabre. Nou, de anderen die lagen er buiten. En we weten ook dat de Amerikaanse delegatie, met uitzondering van Jeremy McGrath, eigenlijk opnieuw is samengesteld. Zo is bijvoorbeeld de King, de koning van Bercy, van verleden jaar, Larry Ward, hier niet. En dat is dan ook meteen de enige winnaar van een supercrosswedstrijd in Amerika in het afgelopen seizoen, die hier niet van de partij is. De anderen zijn er wel. Jeremy McGrath dus, u zag hem al gaan. Hij won 8 keer een supercross dit jaar. Ezra Lusk, die won er 5 keer 1. En Kevin Wintum, die was goed voor 2 overwinningen. Larry Ward, zoals gezegd, 1 overwinning. Hij is niet hier. Nummer 7 en nummer 6, Joshua Coppins en Kevin Wintum, de 21-jarige Amerikaan uit Louisiana, die het ook zo goed gedaan heeft in dat US motocross kampioenschap. Niet alleen bij de supercross, maar ook bij de buitencross. Echte man om rekening mee te houden. Ja, een hele goede rijder, ook een snelle rijder. Maar ik mis Ezra Lusk. Ezra Lusk is denk ik onderuit gegaan. Ik zag net een aantal gele vlaggen, waardoor... Ja, hij is niet de enige die we kwijt zijn, want eerder in deze wedstrijd, al in de eerste ronde, ging Ricky Carmichael het stro in. En ook Serge Guidetti, die ligt eruit. En nu dus Ezra Lusk. Voor de rest hebben we ze allemaal nog in de wedstrijd. Er zijn geen Nederlanders bij. We hebben in het verleden gezien hoe onder andere, maar dat is al erg lang geleden, Dave Strijbos en Joe van den Berg hier tot successen kwamen. Redelijk goede successen. Daar gaat McGrath, achtervolgd dus door David Firma. En let op, met z'n tweeën zijn ze een klasse apart. In een meer recent verleden hadden we hier Pedro Trachter en ook Marco Stalman, maar op dit moment geen Nederlanders. En het wordt hoog tijd, Steven, dat we daar iets aan gaan doen. Ja, het is wachten, ik denk, op Mark de Reuver. Een heel jong talent uit Amstelveen, een hele goede rijder. Maar of die er zal komen, de tijd zal wel. Maar voorlopig moeten we het toch hebben van Sven Breugelmans, die hier namens de Benelux aanwezig is, samen met Patrick Kaps en Steve Ramon. Ja, maar we hebben al gezien in die eerste twee wedstrijden van de 125cc-klasse dat de Breugel in de achterhoede zat. Ook Patrick Kaps trouwens, die zat helemaal achterin
in de eerste marge van die 125. Die heeft maar 7 ronden gereden van de 12. En we kunnen nu ook melden dat de winnaar bij de eerste 2 marges, we gaan zo nog even kijken naar de derde, Ernesto Fonseca is, de East Coast kampioen van Amerika. De man afkomstig uit Costa Rica. En ondanks een mooi aanbod van Honda zit hij toch nog steeds op de Yamaha van het Yamaha Troy Team. Maar we concentreren ons weer nu op deze eerste van 2 finale marges in de klasse 250 kubieke centimeter. Nummer 10, Fred Bolly, daar achterna gezeten door Mike Brown uit Tennessee. De man dus die, zoals gezegd, dit jaar in mil tot scoring kwam. Een eerste marge-overwinning en hij was uiteindelijk derde in de eindstand van het wereldkampioenschap. Maar supercross en buitencross, dat zijn ogenschijnlijk gelijksoortige sportdisciplines. In werkelijkheid zit er natuurlijk een heleboel verschil in. En je moet echt thuis zijn in de supercross. Wil je hier in dit supergevecht in Bercy de eerste plaats opeisen? En je moet al een soort Jeremy McCross zijn. We zien daar ook even op de achtergrond Nicolas Cailly. Een paar jaar geleden was hij kampioen van Frankrijk, maar dat is zijn voornaamste prestatie geweest tot nu toe. En je moet dus al van het kaliber van Jeremy McCross zijn. Wil je vooraan meedoen? Wel, dat lukt David Fiuma heel aardig. Met z'n tweeën zijn ze nu toch al een seconde of 20, 25 los, schat ik, van de rest van het veld. En Fiuma, ja, daar is ook zo'n halve Amerikaan geworden onderhand, is eigenlijk de enige die McCross serieus partij weet te geven. Voor de rest zijn er erachter toch weer een paar Amerikanen. Mike Brown, Kevin Windham, dan komt Bolly en ook Thierry Boubou-Baptiste, die zit er in de buurt, maar dan zit je al een heel eind achter deze mannen. Terwijl Jean-Sébastien Roy, de man uit Actonvale in Quebec in Canada, daar gepasseerd wordt. En u ziet het snelheidsverschil is bijzonder groot. Gaat hij er nog voorbij, Steven? Wat denk je, Fiuma? Of wordt het toch McGrath die wij aan de leiding over de streep zien gaan? Nou, McGrath rijdt natuurlijk bijzonder sterk. Echt een jonge vent die al vele titels heeft weten te winnen. Maar Villemain is jong. Villemain rijdt thuis. En ja, die Fransen juichen natuurlijk voor de jongen die volgend jaar naar Amerika zal vertrekken. Ja, we zien hem niet meer terug in de Grand Prix, hè? Het is helaas zover. Hij gaat dus overzee. Hij gaat naar Yamaha Amerika en zal daar samen met Jimmy Button het Amerikaanse Yamaha team gaan vormen. David Fiuma dus, de Cobra, die toch een beetje moest wennen na zijn overstap uit de 125 naar de 2,5 Grand Prix. U weet het, hij is 22 jaar en hij werd derde in de eindstand van het wereldkampioenschap. Gewonnen door zijn landgenoot Fred Bolly. Maar ja, Stefan Evers was er dan ook niet bij het grootste deel van het seizoen. En die zal er volgend jaar ook niet bij zijn, want het is bekend dat hij overstapt naar een viertakter Husqvarna in de 500cc-klasse. We kijken hier even naar Kevin Windham. Kevin Windham, die tweede was in het Amerikaanse motocross kampioenschap. Hij was daarvoor 125cc West Coast kampioen. U weet het, die lichte klasse, die kent 2 kampioenen. Een van de Oost- en een van de Westkust. Maar ja, daar ligt ook zowat een continent tussen, groter dan Europa. Wat dat betreft hebben ze daar ook wel recht op 2 kampioenen. Fiuma is de enige dus, kijkt u maar, die het daar bij de top 3 goed weet vol te houden. Maar ja, het lijkt zo makkelijk, 1, 2, 3. Het verschil tussen enerzijds de nummers 1 en 2, McGrath en Fiuma. En anderzijds de mannen daarachter onder aanvoering van Mike Brown. Dat is ook behoorlijk groot. Fred Bolly zien we daar met nummer 10. Daarachter nummer 6 dus, Kevin Windham. Dat zijn echt hier de mannen aan de kop. En Phil Lawrence, daar heeft u ook weinig van gehoord in deze eerste finale marge. Die is ook in de moeilijkheden verzeild geraakt. Phil Lawrence komt hier dus verder niet tot scoring. Iedereen die van start gegaan is, die staat uiteindelijk ook op de uitslagenlijst. Maar als je dan weet dat we hier op 14 ronden gaan uitkomen in deze eerste marge. En je ziet dan dat Phil Lawrence, alias Factory Phil, omdat hij vroeger zijn motorfiets er altijd net zo liet uitzien als de motoren van de echte fabrieksjongens. Dat was zijn bijnaam, dus is het eigenlijk nog Factory Phil. Ofschoon hij nu veel verder in zijn carrière is, die Factory Phil die ligt er dus eigenlijk ook uit. Net zoals Ezra Lus, Sergio Chidetti en Ricky Carmichael dat al eerder deden. Dit is de befaamde onderaardse gang van Bercy. Wat dat betreft heeft de traditie stand gehouden, net zoals het Bonsoir Paris dat eerder deze avond weer klonk via de microfoon. U weet het, Lulu Bernardelli, dat is de gevierde speaker hier. Vroeger had je ook Francis Mayanou altijd, maar ja, die is als speaker gaan fungeren bij de concurrentie, kun je zeggen, bij de Supercross in het staande de France. Wie hebben we daar? Nicolas Charlier met nummer 25, dan zien we die ook nog even.
Er verandert niet veel daar op die eerste plaats. Zij dat de voorsprong van deze twee mannen. Firma op de tweede en daarvoor Jeremy McCross, oftewel McAttack op de eerste plaats. Of schoon die voorsprong dus steeds groter wordt. U kent allemaal de overweldigende erelijst van de man met nummer 1 op de Chaparral Yamaha rijdt hij hier. Maar eerder zagen wij hem dus in de jaren 93 tot en met 96 supercross kampioen van de Verenigde Staten worden op een Honda. In 97 even een uitstapje naar Suzuki. Dat ging niet zo fijn. Toen werd hij tweede. Voor zijn doen was dat dus wat minder goed. Want een ander die zou er de handen bij dichtknijpen. En vorig jaar en dit jaar werd hij dus met de Chaparral Yamaha weer kampioen. 6 keer supercross kampioen van Amerika dus. 4 man met Honda, 2 man met Yamaha. En daarnaast ook, terwijl hij hier winnend de wedstrijd afsluit, 2 keer wereldkampioen supercross in 94 en in 95. Le Vainqueur, de winnaar. En dat vindt hij mooi, want hij geniet altijd in Parijs. De sfeer die is hier geweldig. Nummer 14 zien we daar Frederik Vialle, de Blue Boy met de Kawa. Die toch ook al een keer eerste is geweest in Bercy. Althans een dagoverwinning scoorde in de klasse 125cc. En let u nou op de enorme voorsprong die McWaas en David Firma hadden opgebouwd. Ze zijn een klasse apart, Steven. Ja, het is ongelooflijk. De Yamaha's lopen als een trein. En ja, McGrath is een supertalent. Hier zien we hem met zijn monteur, Randy Lawrence. En uw naam, die naam herkent u uiteraard. Phil Lawrence is zijn grote broer. Ik denk, ja, maar wel een grote broer die echter niet tot een groot succes kwam hier. Maar oké, we hebben nog een tweede manche en dan heeft hij natuurlijk weer opnieuw een kans. Zij het, dat als we spreken over de totaaloverwinning, de kans nu eigenlijk wel is verdwenen. Spanning of geen spanning, maar de beelden zijn altijd weer spectaculair. En nadat we zometeen even een pauze in dit programma gaan inlassen, gaan we na die pauze met u live de beelden krijgen uit Bercy. Wij in Bercy en u thuis. En dan zien we onder andere ook het springconcours. Ja, dat is natuurlijk een onvermijdelijk onderdeel van deze show hier in Bercy. En terwijl we daar die valpartij nog even zien en hier de uitslag hebben, dit is de uitslag van de eerste manche en tevens dus het tussenklassement, gaan we straks dus met u verder met alle informatie. Goed, hier nog even een overzicht over het parcours dat natuurlijk deels ook bepaald is door de afmetingen van dit stadion. En het parcours dat wordt altijd, dat heeft u wel gezien, een beetje langer gemaakt door toepassing van die onderaardse gang. Je gaat dit parcours dan verlaten, door die gang onderaan de andere kant weer in. En dat is altijd zo geweest in Bercy. Zoals gezegd, we gaan even pauzeren. Na de pauze krijgt u de echte live beelden te zien.